Ja, het is toch een beetje de onduidelijkheid bij D66. Ze hebben een aantal jaren geleden gestemd om ritueel slachten te stoppen. Hè, dat mensen geen halal vlees en kosher vlees mogen eten. En nu zie ik toch een beweging van een tussenweg gaan vinden. Waar ligt dat aan? Wat heeft de D66-fractie doen om die weg in te gaan? Is het richting de verkiezingen in de achterban? Signalen van D66 moet toch een beetje bewegen. Waar ligt het aan? De heer De Groot. Collega Usturk, zit een beweging die ik niet deel, omdat juist D66 vanaf het begin af aan in dit dossier de nuance ook heeft gehouden. En daarom is er toen ook een amendement aangenomen van mijn collega van Veldhoven, dat er juist toe dient dat het dierenwelzijn onder gewone slacht en onder deze vorm van ritueel slachten ook gewoon geborgd moet zijn. Maar er lag een voorstel van de Partij voor de Dieren, daar heeft u voor gestemd. Het voorstel was het ritueel slachten afschaffen. Zorg dat de moslims geen halal vlees konden eten en joden geen kosher vlees. Er komt binnenkort weer een voorstel. Mag ik van u horen wat u daarmee gaat doen? Er is toen ook een amendement aangenomen van collega van Veldhoven dat precies het midden houdt. Dus het is niet het een of het ander. Het ligt inderdaad heel genuanceerd. De kiezer, de GroenLinks-kiezer, wil weten, er komt een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Zijn jullie voor halal vlees, kosher? Zijn jullie voor ritueel slachten of niet? Zeg gewoon eerlijk waar jullie voor zijn. En dan denk ik dat het ook helder is voor de kiezer om te weten waar jullie voor staan. Het is altijd een hele bekende, voorzitter, een heel bekende truc om op een ongelegen moment, als iets niet aan de orde is, een wat-als vraag te stellen. Stel dat er straks weer een nieuw initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren komt, dan zullen we dat op dat moment wegen. Dat de deskundigen, we hebben in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, zitten meer dan 1000 dierenartsen in verbonden, die zeggen allemaal dat het onbehoorlijk dierenleed is. Dat zijn mensen die hebben ervoor gestudeerd 8 jaar lang. Voorstel, wat ik wel heb gelezen is het advies van Raad van State. Ja, die hebben ook veel gestudeerd. Die zeggen dat vrijheid van godsdienst in het geding is. En wat ik ook zie is wat er in het verleden is gebeurd. U kunt misschien wel een dierenliefhebber zijn en dat de heer Wilders u tolereert in de fractie van laten we ook een sociale gezicht van PVV hebben, een beetje knuffelen, knuffelkamerlid hebben, hè, zodat we een beetje kunnen laten zien dat we ook een sociaal zijn. Die ruimte misschien krijgt u van Geert.